Open Monumentendag 2011. Dit jaar verdeeld over 2 dagen. Waarvan de eerste dag Schummerd aan de beurt is. En de tweede dag Nut en Wienersroo. Het thema van deze Open Monumentendag is nieuw gebruik, oud gebouw. Er zijn geen vrijwilligers in Nut geweest die zich daarmee bezig gehouden hebben om deze 2 dagen een succesvolle te laten wijren. Er zijn geen gebouwen in Nut opengesteld die normaal gesproken niet open zijn, in particulier bezit of in handen van de overheid. Maar we gaan in elk geval kijken welke gebouwen dat dit jaar in Nut aan u getoond werden. Verwerpen hier een blik op de reus van Schummerd. En wat is de reus van Schummerd? Jeker en ik kent hem, de Watertoren, die op dit moment nog in bezit is van de WML, Watermaatschappij Limburg. Vuilie in Limburg kregen nog van deze kant af hun drinkwater aangeleverd. Deze toren die is 170 meter boven NAP geboet. Dat is het hoogste punt van Zuid-Limburg. De toren zelf is 38 meter hoog. En als men naar boven wilt gaan, zal men toch leefs 156 traptreden moeten betreden voor boven op een plateau te komen waar men een uitzicht heeft. Maar dan staat men nog meteen boven een waterbekken. Het waterbekken van deze toren dat heet 1150 kubieke meter water. Dat zijn 1.150.000 liter. Het bekken heeft een doorsnee van 13,5 meter en een diepte van 7,90 meter. En verstond hier aan het begin van de trappen. De trappen die met 156 treden het hoogste punt van deze watertoren is gewoon leiden. Direction, I was just running with the wind, never knowing what the day might bring. I had no connection till you came into my world. You gave meaning to everything. I used to run, I used to hide, I used to cry all night. I used to walk the streets alone, nowhere to call my home. But when I looked into your eyes, the sun began. Edwin Hendricks van de WML verstond hij in de Watertoren over zelden inmorgen. Wat is er de rij van? Dat verdien je niet zo vaak inmorgen. Ja, de toren heeft natuurlijk nog een functie in de drinkwatervoorziening. Dus we zijn altijd huiverig, we zijn altijd heel voorzichtig met alle locaties waar we drinkwater maken. En dat is de reden waarom dat er niet regelmatig te bezoeken is. Dus een hygiënische overweging? Ook, maar ook de veiligheidsoverwegingen natuurlijk. Oké, 156 treden, dus uiteraard niet al te veilig om daar elke keer zomaar even op en neer te lopen. Ja, dat klopt, maar ook veiligheidsoverwegingen in die zin dat Veres drinkwatersector deel uitmaken van de vitale sector in Nederland. En ja, drinkwater is een primaire levensbehoefte en dat is natuurlijk wel belangrijk dat daar niks met gebeurt, om het zo maar te zeggen. Er mocht niks met gebeuren, maar ik sta nu boven het bekken, denk ik. Hè? Het bekken is dus niet te bezichtigen op dit moment. Nee, dat is precies om diezelfde reden is dat ook helemaal afgesloten. Je kunt dus niet bij het water. Wat zie je natuurlijk wel kind doen is genieten van het prachtige uitzicht en uitleg krijgen over wie zijn watertoren eigenlijk werkt. In 1926, als ik goed geïnformeerd ben, uit de folders geboet. En men is nu bezig en wil hem gewoon verkopen. Wie gaat dan het water transporteren? Is het alleen maar met de pompen, elektrisch? Nou, we zijn nog niet zo wie tot er in de verkoop is. Hij zit nog gewoon in het drinkwatersysteem. Maar het is wel zo dat watertorens feiten niet meer van deze tijd zijn. We kunnen dat op een andere manier oplossen, de druk op het water brengen. Dat doen we door middel van hoge drukpompen. En we hebben onder de grond hebben we een aantal grotere reservoirs dan de toren nu heet. En ja, het kost natuurlijk allemaal geld om zo'n gebouw in stand te houden. Het is een rijksmonument. We zijn nu bezig om op een aantal locaties de kelders aan te passen. De ondergrondse grondwaterreservoirs. En daarmee wordt op termijn de toren is niet meer nodig in het drinkwatersysteem. En dan kunnen we ook ter beschikking voor andere doeleinden. En welke doeleinden denken we dan aan? Geen idee. Je mag het zeggen, Schrijfwet. Vier mogen het zeggen. Zullen we dat als een prijs voor goed lossen dan?
Die is al uitgeschreven. Die heeft de VVV Zuid-Limburg nu uitgeschreven. Speciaal voor deze Open Monumentendag. Waarbij het thema wordt oud gebouw, nieuw gebruik. En vanmiddag om 3 uur gewoon voor een prijsuitreiking. Voor een prijswinnende idee. Dat werd, moest je bij zeggen, niet uitgevoerd. Maar alle ideeën zijn natuurlijk welkom. Oké, als ik nu kijk, hier zit nogal aardig het literkes water in. Welk gebied wordt hiermee voorzien? Dat is moeilijk te zeggen. Het is ongeveer het gebied wat direct grenst aan het plateau van Schimmert. Het is zo dat dat afhankelijk is van de afname in het net en de drukte op het waterstijl. Dus dat kan ook een beetje variëren. Dat is een beetje net wie het gas samenmengen met alles wat doet de pompenkump, waardoor het watertorenkump. Ja, de functie van zo'n watertoren wordt vroeger vooral het op goede druk houden van het water. En natuurlijk een voorraadvat, omdat niet, de afname in het net is natuurlijk niet de ganze dag hetzelfde. Het smorgens op zijn piek, hè. En slu je gewoon douchen en opstoon en dat vlak dan weer gaat af. Nou, om die verschillen in vroeg op te vangen, hebben ze gewoon een vuurrot nodig. En dat, daar worden die watertorens voor. Hier in het Boerderijmuseum in Schimmert. En in het Boerderijmuseum staat een hele hoop materiaal en attributen uit de jaren 1900 tot 1960. En door het opkomen van de machinerieën is een hele hoop handwerk vervangen door machines. En hier is nog een hele hoop te zien wie vroeger met de hand zaken gedaan worden. Zoet vroeger Becker Schmeets. En de bussen die hier langskomen, die stopten hier speciaal om het roggebrood wat hij Becker bakte. En het leuke is dat deze woning, annex, Beckerswinkel, nog steeds in gebruik is en nog steeds gebakken wordt. Want Marga van Poeken Lampen heeft hier een kunstgalerie in gevestigd, hoe in het op dit moment keramiek bakt. Huub Retzen,
een expositie in de kerk in Schummert Steenland. Hier liggen in een stapel voor mij oude steen. Maar voor dich hebben die gegarandeerd meer waarde als alleen maar een hoop oude steen. Wat is hier de bedoeling van? Van die steen. Dat zijn restanten die opgegraven zijn. Dat zijn restanten van Villa Steenland. Dat is degene die daar staat. Er zijn ook dingen bij van dat gebied. Dat is al heerlijk lang bewoond van uit de steentijd en dan ook als de ijzertijd. Dan komen de Romeinen en dan de middeleeuwen. En van al die perioden hebben ze dus bij de aanleg van die rotonde sporen gevonden. En die zijn weer hier geëxposeerd dan. De rotonde, welke rotonde worden? Dus de rotonde, dus hoe Arendsgenoot, de wijk van Arendsgenoot en Nut en Schummert bijeenkomen. Dus achter de watertoren. Achter de watertoren, daar ligt dat stuk. En wat hebben ze dan nu precies gevonden? Worden dat eigenlijk alleen in de villa, worden dat weg? Worden dat andere zaken in Nummerkerk of zo gaat? De villa die hebben ze dus nu eigenlijk niet opgegraven. Hebben dus het terrein van de villa hebben ze opgegraven. En dus die strook hoe de rotonde en al komt. En dus daar hebben ze die sporen van de steentijd, middeleeuwen en Romeinen gevonden. Maar de villa zelf, die hebben ze hier niet opgegraven. Het is vroeger een keer opgegraven. Dus dan hebben ze fijn met rust geloten? Dan hebben ze met rust geloten. Dat is archeologisch archief dan, of zo, wie ze dat noemen. Ja, en als ik dan hier kijk, heb ze een paar heel interessante dingen bij liggen. Wat is hier het interessantste wat nu eigenlijk uit het oog springt? De munt. Gereedschap, die sjerp bijvoorbeeld, bronzen dinger. Van alles eigenlijk, restanten van amforen. Het mooiste ding van eten gekregen, dat waren een urn uit de steentijd. Vanwege veiligheidsredenen is die in Nut gebleven, dus is de bezichtiging in het gemeentehuis in Nut. Er stond hier voor het kasteel Wienersroor, een kasteel wat dateert ergens uit de 15e eeuw. Wie ze het kasteel geboet hebben en is in gedeeltes geboet. Het gedeelte hoe we er nu zicht op hebben, dat is uit 1726. En hier zijn heel gat mensen geweest die aan dit kasteel door de eeuwen heen hun bijdrage geleverd hebben. Het wordt in 1516 wordt Maria van Marschall, erfdochter van Wijnensrade, van Heiden en Terblijd. En de grootste naam die hier altijd voorkomt aan dit kasteel is de familie van Bongaert. En die hebben dus toch wel duidelijk een stempel gedrukt op deze omgeving. De Haverzak, het oudste gedeelte, dat schijnt uit de 17e eeuw geboet te zijn. En in de loop der jaren is dat ganse pand uitgeboet tot hetgeen wat het heden ten dagen is. Het was vroeger de bestemming van een boerderie en tegenwoordig is er een horecabedrijf in de Haverzak ingevestigd. Thank you.
Weltkoren Mühle in het uit 1882. Een mühle die een heel rijke historie heeft. En die gelukkig dankzij de stichting Kasteel Wienersroo in 1992, nadat ze langzaam in verval begon te raken, weer volledig in oude glorie is hersteld. En het resultaat is dat deze mühle dus ook nog volledig actief en bijna elke zaterdag bereid en te bezichtigen is. De Pingerhoeve, een klein carré-boerderie uit de 17e eeuw, waar 6 generaties van de familie Korte gewoond hebben. En daarna heeft er een familie Vrijns gewoond, maar in 1970 wordt deze boerderie, nadat ze langzaam in verval begon te raken, verkocht aan de familie Heuts, die hier een heel goed restaurant in gevestigd heeft. Deze familie heeft er ook voor gezorgd dat dit gebouw als Rijksmonument op de lijst terechtkwam. In 2009 is deze boerderie van top tot teen gerenoveerd en is dus nu nog steeds in gebruik als restaurant. Het Legermuseum, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Kameraadschap voor Legereenheden in Hellebroek. In Hellebroek hebben we hier een legermuseum. Dat wordt door vrijwilligers in stand gehouden. Dat ligt op de hoek van Hellebroek. Wensen en Wieners Roorder reeds. En het is een museum waar alle legerzaken tentoongesteld werden. Van voertuigen tot en met alle materieel wat vroeger in het leger gebruikt wordt, wordt hier neergezet. De moeite waard om een keer eens gewoon te kijken.